Nou. Oh, je hebt je ook een lange mouw aangedaan, Jas. Ja, het begint koud te worden. Ja, daarom. Jij hebt dat koffie ziek? Mm-hmm. Ah, come on. Dat zal ik eens pakken. Warm chocomel. Ja. Ja. Koffie. Dat is pas voor echte mannen. 2014 komt het gewoon zilver. Yep. 2014. Ja, graag heeft in de Pier van Scheveningen. Gaat om een mogelijk poging tot inbraak auto's. Parlement is gevolgd. Gaat om de man met een blanke huidskleur, blauwe korte broek, een rood witte hemd en grijze schoenen. Graag prio 1 zonder toestemming op de plaats genomen. Ja, we gaan er naartoe over. Ja, dat is begrepen. Ik ben uit. Was het prio 1 met? Zondag. 2020 komt van zilver. Hier 2020 hebben. Meegeluisterd over. Meegeluisterd over. Ja, ook u even meerijden over. Pier, heb je Rutte? Pier zonder toestemming. Pier 1 zonder toestemming onderweg. Ja, dank u wel. Rechts, ja, blijf stil staan. Groen licht, pas op links. Ja. Motor rijdt mij 2020. Ja, zijn jullie hem in? Even kijken, blanke meneer. Blauwe spijkerbroek dacht ik. Voor de rest niet opgeslagen. En ik zie nog niks in het MDT staan. Ik zal nog eens eenmaal het signalement opvragen. Pas maar op met schreeuwen hoor. Ja. Meldkamer 2014 over. Ja, Brito. Had u nog eenmaal het signalement voor ons over? Ja, ging om een man met een blanke huidskleur. Draagt een korte broek, een blauwe korte broek. Met een rood-wit hemd en grijze schoenen over. Oké, dankjewel. Ja, blauwe korte broek, rood-wit hemd, blanke meneer. Die loopt ook niet aan de kant. Rechts vrij, voor ons vrij. Ah, motorrijden mensen achter ons. Rechts vrij. Doe blauw maar vanaf hier even uit. Ja, staat uit. Waarschijnlijk parkeergarage waar we net die quad aan de kant of parkeerplaats. En rechts vrij hoor, yeah. Voor ons ook. Misschien kan de motor voorop rijden, die valt minder op. Eens kijken of nog deze dat je moet inzetten als hij niet meewerkt. Ja, dat wil je wel hè. Jazeker. Ja, daarachter staan er geen auto's hè. Dus daar, daar links, links, recht voor ons. 2014. Zet hem rennen, zet hem rennen. Zet klem. Hier, witte auto, recht voor ons, rijd nu weg. Persoon rijdt in witte auto. Oké. Okay. Goedendag meneer, zou je even de motor willen uitzetten? Stel dat je zet uit. Stel maar fout. Dank u wel. Wat heb je in je handen? Een koevoet. Leg dat eens eerst dan op het dak. Wat doe je met die koevoet? Ik was gewoon even aan het kijken naar deze auto's. Naar deze auto's, ja. Ja. Met een koevoet. Ja. Ja. Snap je dan waarom wij hier zijn? Nee, eigenlijk niet. Want het leek me gewoon heel normaal. Ik wil even kijken of deze auto's checken en misschien... Ja. Wat zou jij doen als je iemand met een koevoet naast allemaal auto's ziet staan? Nieuwsgierig in de auto's zijn. Met een koevoet toch wel, ja. Beetje raar toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik zou gewoon doorlopen. Ja, en deze auto hier. Die stapt er meteen snel wel in en ga je weg. Is die van jou? Misschien. Misschien. Lijkt me niet een heel overtuigend antwoord. Het is een ja of een nee? Nee. Nee. Goed, mag je omdraaien bij deze aangehouden voor autodiefstal? Even weg bij die koevoet stappen. Ja, goed. Zeg, heb je nog verder dingen bij die je niet bij mag hebben, buiten de koevoet? Kom er zelf maar achter. Ja, dat antwoord kreeg ik net ook al, daar heb ik niet zoveel aan. Heb je iets bij of niet?
Nee. Want ik heb geen zin om mezelf te viseren. Alleen de sleutels in mijn rechterkontzak. Goed, je kunt beter gewoon meewerken, dat is makkelijker voor jou en voor ons. Ja? Goed, en de sleutels, die zijn niet van de auto natuurlijk, want ja, hij is niet van jou. Oké. Okay. OC, hier de 2020 over. 2020 heb Richt. Hier de 2020, graag nakijken voor het volgende voertuig kenteken. Noteer 22 Romeo Delta Yankee 840. Over. Verhaal 22 Romeo Delta Yankee 840, is dat correct over? Hier 22, dat is correct over. Ja, ontvang wordt van mijn naam. Goed, ik ga je vast in de auto zetten. Ik heb je sleutels. Dat heb ik gewoon laten zitten, want ja, er was verder niks mee. Oké. Ik ga even op je rechten wijzen. Ik ben niet te verplicht en mijn recht op een advocaat. Heb je die? Ja. Oké. Wil je daar ook gebruik van maken? Ja. Goed, oké. Dan kun je daar zo meteen op het bureau voor bellen. Zullen je onderweg niet heel veel vragen gaan stellen. Dus kunnen we daar even alles uitzoeken, ja? Prima. 2020? Hier de 2020 over. Ja, geen bijzonder aangetroffen in het systeem over. Hier de 2020 vernomen. Graag zou ik de contactgegevens willen hebben van de rechtmatig eigenaar. Komt er namelijk op dit moment is ingebroken in het voertuig over. Ja, ontvangen. Hoor van. Nou over. Halen jullie hem zo meteen weg. Ik wacht wel even op de data van de rechtmatige eigenaar. Zoek even contact met die persoon op in verband met zijn voertuig. Ja, wij nemen hem mee. Lijkt mee te werken. Koevoet te hebben. En denk niet dat er voor problemen gaat zorgen. Nee. 2020 maat? Hier 2020. Ja, eigenaar voertuig genaamd Ben Petersen, 45 jaar oud. Ben Peters, ik zou graag een 06 nummer willen ontvangen. En dan ga ik even contact opzoeken met meneer. Ja, ontvangen. Als het goed is, wil ik met een paar seconden binnenkrijgen. Hartelijk bedankt. Nooit. Nou, gelukkig deze keer geen spiegel. Nee. Let je wel een beetje op hem? Ik let zeker op hem. Toch vind ik het wel jammer dat ze zo snel waren. Jammer, is toch goed? Ja, voor jou niet. Ja. Ik wilde snel geld verdienen. Ik dacht dat de ene of zijn auto nakken. Ja. Ik heb beter goed geld verdienen op een eerlijke manier, hè? Oh, ja, oké. Dat is waar. Zeg, hoe oud ben je? 23. 23, oké. Woon je nog bij je ouders of niet? Niet meer. Niet ik meer. Woon bij mijn vriendin nu. Oké, wat vindt zij ervan? Weet zij het? Nee. Nou, dan mag je dadelijk wat gaan uitleggen. Ik wilde een verjaardagscadeautje voor de kopen maken als geld. Oké. Okay. Deed maar op deze manier. Ik denk ook niet dat dit een leuk verjaardagscadeau is als we straks bellen. Denk het ook niet. Nee. Hoe lang doe je dit al? Wat? Nee, achterin. Wat bedoel je? Auto stelen en zo. Oh, moet jij hem vragen, dat weet ik ook niet. Ja, ik vraag het ook aan hem, maar... Oh, wat zei je? Hoe lang doe je het dan? Nou, ik had geld nodig, zodat ik nu een telefoon voor mijn vriendin kan kopen, maar het is niet een heel leuk cadeautje dit. Nee, denk ik ook niet. Doe je het vaker? Eerste keer. Het was hem wel, maar gelukt. Ja,
Ook al meteen de laatste keer. Oké, ja. Goed. Zullen we deze maar dan een goede cel geven? Ja, ik weet niet of die ene er nog zit of dat die weg is. Ik denk dat die weg is. Schiet die mensen op met hulp, officier. Ah, hey, zitten oh, oh. Oh, zit die nog? Daar zijn jullie weer, kutjes. Hey jongen, stel ik hier. Dag. Ja, zo meneer, die is niet helemaal 100. Ik hoop dat de snelweg is voor u. Kutwoutje! Is de officier al geweest? Nee. Jongen, we komen niet meer. Goed, ik heb je boeien afgedaan, maar nog even omdraaien. Op het moment dat ik de cel heb verlaten, mag je gaan... ben je gewoon vrij om te bewegen. Hulpofficier van justitie komt zo meteen bij je langs, je gaat kijken of de arrestatie rechtmatig was en dan ja, dan hoor je verder van hem. Slaam dood. Slaam dood. Kan tot 6 uur duren tot hij hier is. Ja? Oh, ja, oké. Okay. Hij ook al. Komt hij toch niet? Hou je mondje. Nee, het gaat niet om te zwijgen. Jij moet nu gewoon je grote bekken zijn houden. Hij rookt in mijn handboeien en zit nog altijd los.